Yes, we gaan niet veel praten. Dit is de battle der battles. We hebben Melle van AZ onder 16. En we hebben van Feyenoord onder 16. Ejoep het monster. En over monster gesproken, check dit. De eer staat op het spel. Deze mannen zijn gebrand om van elkaar te winnen. Steen, papier, schaar om te bepalen wie er als eerste gaat. Oh, jij of hij? Ready? Fight. Ik heb deze jongens niet vaak zo stil gehoord. Ze zijn gewoon stiekem heel zenuwachtig. Kan niet anders. Je begint echt zo. Hoe gooi je nou panenka bij je eerste bal? Dat heb je al veel. Was geen goeie. Was wel een lelijke panenka. Echt lelijk. Echt slecht. AZ, Feyenoord en ik speel bij Stoke City. Ik hou van om dingen op te stoken. We spelen allebei in dezelfde competitie. Wie wordt er kampioen? Wij. Huh? Je zegt allebei wij, hoe dan? We zijn de laatste keer laten huilen dat we kampioen werden. 1-0. In Zaandam. Bij hun thuis. Dat is waar? Tegelijk, ja. We gaan schieten vanaf de 16. Hoe is die schot vanaf de 16? Bijna goed, man. Ja? Bij jou? Ook goed. Staat 1-1. De battle moet nog loskomen, maar het komt goed, dames en heren. Kalma, kalma. Nu doen ze nog aardig, maar zometeen gaat het dak eraf. Let's go. Oh, zit je hem nou uit te lachen? Het moet wat losmaken, dit. Hij lacht jou gewoon uit. Ha, ik lach. 2-1. Messen worden geslepen. Tijd om punten af te strepen. Let's go. Oh, dat was wel lekker gedrukt. Hij dacht dat je in kon lopen, bro. Ja, je hebt gelijk. Je raakt me met scheen en zo. Ja, klopt. Je raakt me met scheen. Wat doe je als je hem goed hebt geraakt? Ja, klopt. Maar niet uit. Dit was gewoon met zijn scheen. We hebben gewoon geluk, echt geluk. Hoezo sta jij bij goalkamp? Shai was daar maar getrokken. Oké. Okay. 3-1 voor Ejoep het monster. We gaan beginnen met 1 versus 1. In 3, 2, 1. Kom maar. Dankjewel, hè. Ik ga je één ding zeggen, als Ejoep nonchalant wordt, dat is het moment dat je hem kan pakken. Jouw bal? Dat is mijn bal. Maar ik scoorde mee. Is dat jouw bal? Ja. Staat je naam erop? Is jullie bal. Even kijken. Heet jij deze bal aan het begin van jou. Heet jij Nike? Dat is een Nike. Nike. Die was dom. Die was echt slecht. Heet jij Made in China? Made in Pakistan? Mag ik even laten zien? Maar waar ben je geboren? Ik heb Pakistan. Made in Pakistan. Ik heb zo. Hij speelt met het brein van de monster. Van het monster. Hij is een man, hè. Laat die boy met rust, man. Laat hem gewoon zijn penalty nemen. Sorry, Melle. Zeg het nog. Sorry, Melle. Je deed nog zo. Ik deed nog zo, maar keeper luisterde naar. Maar ik kon niet luisteren naar. Nee? Want hij groot genoten heeft. Wat voor speler is Melle? Gewoon eerlijk. Technisch, aan de bal, goede passes, aan de bal, goed schieten. Wat denk je dat hij over jou gaat zeggen? Wat voor speler jij bent? Ik denk sowieso vervelend. Deze man, hè. Sterk, dus ik denk goed schot. Laat het goed schot zien dan. Ik ben aan de beurt. 4-2. Dus ik denk goed schot. Ik vroeg aan hem wat voor speler jij was. Wat denk je dat hij heeft gezegd? Technisch spelen. Technisch. Veel tussen linies. Ik weet eigenlijk niet wat hij over me denkt. Hij had mooie woorden over jou. Eerlijk gezegd. Ik wil niet gaan stoken, want hij had echt mooie woorden over jou. Wat voor speler is Ejoep? Ja, een man met een flinke schotkracht. Technisch. Kan goed naar binnen komen en schieten. En heel veel praatjes. Ja, dat sowieso. Ejoep. Hij zit met hem te overleggen. Dat moet je weten. Ook toen hij penalty nam, zat hij te zeggen die hoek, die hoek. Ja. Hij had een goede hoek aangewezen ook. Dit zijn monsters onderling, hè? Moet je oppassen. Oh! Voetbal challenge.
komt u maar. Deze jongens zijn echt waar, hè? Zonder deze battle zijn ze super dedicated en super competitief. Nu zijn ze super lief. Ai, 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 keeper kansloos. Houd toch je mond, joh. Houd toch je mond. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Melle is teruggekomen. Het staat 4-3. 1 versus 1. 3, 2, 1, go. Gaat EU ook te delen? Dat is de vraag. Bro, was dit penna? Ja, tuurlijk. Gewoon wedstrijd op penna. Het monster zegt dat het gewoon penalty is, klaar. Wacht, 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 wacht. Oh, vervelend. 1 of 3? Nee. Ik vond deze ook mooier uitgevoerd dan die van EU. Eerlijk is eerlijk. Eigenlijk, ik stress er wel, man. Deze ervaring. Ik stress er wel. Ja, die paal heeft ook gestrest om jou. Ja, keeper. Hij vraagt aan EU of hij wil keeper. Ja, hij heeft gelijk. Bro, je zit hem altijd te coachen alsof je een of andere keeperstrainer bent, bro. Ik heb gezegd, je moet de paas geven tussen de penalty stip en de 5 meter, hè. Hier tussen moet er gepaast worden. En Ejoep, als je goed oplet, elke keer paast hij precies hier zo. Zo ver mogelijk. Ik moet Kevin de Bruin vragen. Dan geef je gewoon één goede bal. Ik ga niet ingrijpen, ik vind het best wel leuk. Geen René van der Grijp. Oh, golazo! 5-5, the game is on! Hij speelt met de mind van Melle. Dit zijn mind games. Als je van de straat komt, dan weet je dat. It's gonna start to go out of the game. Well, now. We hope not. Oh! Yeah. Van Melle is prof. Wat voor speler zou hij zijn? Gewoon een simpele speler. En met wie zou je hem vergelijken? Ik moet ook goed nadenken over hem, hoor. Ik weet echt niet. Weten jullie waarom jullie dat niet weten? Er zijn weinig spelers die op elkaar lijken. Ik bedoel, of wie lijkt Zlatan, of wie lijkt Messi, of wie lijkt Ronaldo, of wie lijkt Kevin de Bruyne. Dat zijn toch allemaal totaal verschillend. Iedereen is uniek. Hier is Melle en Ejoep het monster. Het staat 5-5, 1 versus 1, derde ronde, 3, 2, 1, go! Deze tijd. Maar Melle ook. Melle komt op adem. EU komt op adem. Het is een bonuspunt. Je moet die bal proberen in te draaien. Steenpapier, schaar wie er als eerste gaat beginnen. Oké, jij mag beslissen. Hey. EU. Melle staat voor het eerst voor. 6-5. 6-6. Spanning. Final AZ. Wow. 7-6. Het blijft 7-6. We gaan naar Follies.
Trouwens, Melle en EOK van FC Straat. Vanaf nu wordt FC Straat met publiek gespeeld. Het zijn magische voetbaldagen met heel veel mooie activiteiten. Check dit. Ik ben Tozani en mijn droomproject wordt nu omgetoverd in een evenement waar jij met het hele gezin bij kan zijn. Ik heb het natuurlijk over de FC Straat League, waarin de magie van het voetballen weer tot leven komt. En waar de beste straatvoetballers gaan strijden om de titel. Bestel nu je ticket via fcstraat.com. Ejoep heeft geen woord meer gezegd. Hij heeft dat vuurtje nodig. Hij staat nu achter. Hier gaat het aan, als het goed is. Stijver in de kruis krijg je hem niet. Sorry, weet je Hans van Krij? Hans van Krij. Ja, bro. Hans van Krij. Ja, die heb je al een keer bij mij uitgehaald. Ga gewoon doorlopen. Ze zijn scherp, ze zijn scherp. 7-7. Hey, wat is er aan de hand, man? Je praat niet meer. De man is boos. 7-7. Waarom die boos is? It's only a game. Why you have to be mad? 3, 2, 1, go! Bonusronde, crossbar challenge. Hé, hey, wacht, jullie praten niet met elkaar, wat was die toren? Wat is gaande? Zeg maar niks, van mijn kant is niks gaande. Wat is er gaande? Ik zei toch, ik ben Stoke City, ik heb er kennelijk voor gezorgd dat zij niet meer met elkaar praten. Crossbar challenge, let's go. Ik keek snel, ik dacht dat hij op de paal was, maar ik zie dat je boos kijkt. Zullen we even Varian erbij halen? Ja? Even gaan kijken. We gaan naar de finale ronde. Het staat 8-8 voor Ejoep. Ik dacht, misschien kan ik hem aan het lachen krijgen, maar Ejoep is boos. Het is 8-8. Oh, op de paal! Caleb had hem door. Wow! Oei, 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 oei. Het is 9-9. Ai, ai, ai. Dat was geen volley. Volley, de bal moet van de grond af zijn. Dat is een volley. Oh, recht op de keeper. Deze moet binnen de palen. Dat was die. Recht op de keer, dat zeg ik allemaal. Jongens, als je nog goede teksten voor me hebt, laat het even weten hier beneden in de comments. Ik ben even mijn tekst kwijt. Micha. Micha. Are you sure about that? Het is bijna 30 graden en je zegt ijskoud. Afgemaakt. Jij bent afgemaakt? Ja, ook. Dus. Drie, twee, één, go! Nee, je moet gelijk in de bal zitten. Schieten! Dit is de omhaal. Deze telt voor 2 punten. Het is alles of niks. Trouwens, dat betekent dat als Ejoep nu scoort, is het gewoon klaar, hè? Is het gewoon afgelopen? Melle, je beseft dat? Ik besef dat, ja. Melle, dit is belangrijk. Als je hem nu scoort, heb je gewonnen van Ejoep, het monster. Ik wil doorgaan. Deze omhaal tot iemand scoort. Ejoep wil doorgaan, net zolang totdat iemand scoort. Hij heeft eigenlijk gewonnen. Oké. Okay. Hey bro, luister, hey, jij bent van straat toch? Dat betekent als je nu verliest, dan verlies je gewoon, hè? Dan is het niet van, ja, ik heb nog kans gegeven, dit, dat. Ja? Not a player for the bench. Not a player for the bench. Hij maakt er wel een show van, hè? Dit is wat we willen zien, hè? Spectaculair. Gewoon tot het einde, totdat er echt een winnaar is. Omhaal moet erin. Nee,
doe maar wat, hè. Ja, maar ik kan echt geen omhaal zeggen, maar ik probeer het. Daarom. Wow. Wat een vervelende gozer. Oh, hij moet je soms een beetje aanzetten, he, toch? Hij is aan. Hey Melle, ga jij nog even omhaal oefenen? Dan ga ik de outro doen. Hey, luister dan, wij zoeken altijd creatieve mensen. Ben je nou een gruwelijke editor of een gruwelijke producer? Of kan jij toffe concepten bedenken? Ben je goed in social media? Meld je aan bij Touzani FC. Ik laat een linkje in de beschrijving achter. Abonneer, anders ben je geen echte voetballer meer. En, wist je het al? Als je geen wifi hebt, leen wifi voor je buurman.